Hallo kijkers van de online garage, ik heb een BMX gekocht. En ik ben heel goed in BMX dingen doen, zoals je ziet. Dat is mijn beste trick. Wat gaan we hiermee doen? Is we gaan hem in stukken zagen om er een drifttrike van te maken. Want jullie hebben de motor al gezien, een aantal video's terug of één video terug. En daar hadden we een mooie pitbike motor, willen we een drifttrike van maken. Dat ziet er ongeveer zo uit. Colin First heeft er ook genoeg gemaakt. Dat is een beetje mijn inspiratie hiervoor. Maar we gaan de dingen in stukken zagen, want de achterkant hebben we niet nodig, alleen de voorkant. Ik ga nog een dik trick doen. Oeh, dit is ook nice. Ik heb een nieuwe truc geleerd. We zijn in mijn garagebox aangekomen. Dan balanceer je hierop en kan ik ook een beetje springen en zo. Oké, dit is niks voor mij, dat weten we wel. Daarom zagen we hem in stukken. Ja, waar gaan we dat doen? Hier. Ja, maar waar gaan we hem zagen, neef? Oh, nou we gaan hem zagen. We hebben alleen de voorvork nodig en een deel van het frame. Dus we zagen hem ongeveer hier. De achterkant hebben we niet nodig. En het motortje ligt daar voor de mensen die hem nog niet hadden gezien. Naast de Boas een spoiler. En ja, ik denk dat we gaan beginnen met het achterwiel eraf halen. Dus even dit losdraaien, die packs eraf. Ja, ik weet gewoon die namen van dit, omdat Ruben het net toevallig zei. Trap was eraf. Zo, iemand heeft gek dit wiel geblokkeerd, niet hè? Jij zeker. Ja, maar dus we gaan dit eraf halen, ketting eraf. Rem eraf, zadel eraf, alles kan eraf, zodat we er goed bij kunnen met zagen. Maar ja, we zijn vanaf nu in de online fietsenwinkel. We zijn erachter hoe deze packs los moeten. Je kan een schroevendraaier inzetten. Dan kan je er aan draaien, ze zitten wel lekker vast. Volgens mij is dit de manier. BMX boys, prove me wrong. We hebben het achterwiel losgemaakt en als het goed is kan ik die nu naar voren trekken. Plop. En dan komt de ketting eraf. Oké, dan komt de ketting eraf. Als ik hem durf aan te raken, zonder 10.000 ziektes te krijgen. Nou, hij moet ook het voor dingen. Oké. Jezus! Nou, dat wiel is eraf. Soort van. Ja. Achterwiel is eraf. Dat is wel een ding. Maar kunnen we die ketting niet nog gebruiken voor ook de aandrijving van de... Kunnen we die ketting niet gebruiken? De ketting heeft 10 euro. Ja. Oh, dat is denk ik, ik heb 10 euro. Ik denk ik ga die ketting zagen. Ketting zagen. Hoe gaan we dat doen dan, hè? Hoe gaan we dit eraf doen? Nou, dat is een hele goede vraag. U ziet het, na de reclame. Het zou echt dik zijn als ik daar zo voor elkaar krijg om zo'n YouTube reclame erin te krijgen. Oh, hier zit een dikke moer. Wat is de maat? Draaien, tand te groot. Aangezien je op een fiets natuurlijk trapt, breng je koppel over. Dus daarom hebben ze hier gekozen om een verkeerde kant om draad erop te zetten. Dus je moet righty loosey in dit geval. Ja, komt wel vaker voor in dit soort applicaties. Op turbo's bijvoorbeeld ook. De moer op de compressorwiel. Die is ook vaak zo, omdat die anders afvalt. Hier zit een van de gek ding of zo. I don't know, die moet ik draaien, I guess. Keihard trekken. Keihard te trekken. Nee. Ja. Wat dikke muziek, man. Ga je TikTokker worden? TikTok, man. Ja, volg me op TikTok. Ik zeg niet hoe ik heet. Oh, misschien moet ik deze zo doen. Maar net draai je die toch ook gewoon linksom los? Nee. Oh. Oh, nee. Nee. Lefty, oh wacht nou, als ik deze nou, nee, dit is hetzelfde stuk draad. Waarschijnlijk zijn er tools voor. Oh, waarschijnlijk is het een heel mooi ding dat dit zo doet, ja. Zo, hier hebben we een lager. Woe, nu kan dit allemaal zo doorheen. Of het lager eruit, I don't know wat we doen. Er moet sowieso een trap eraf. Zo laag te draaien, alle kogels op de grond.
Om het hele ding eraf te krijgen moet ook de trapper eraf. En dit is ook rechtse draad, linkse draad, rechtse draad. Dus die moet er ook af. En dan komt het helemaal goed. Dan kunnen we het hele ding eruit halen. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Bang bang! Alle kogellagers. Alle lagers weer eruit. Hoppatee. Dat hebben we dus echt nooit meer nodig. We zijn nu dit eraf aan het zagen. Dit is de achterkant van het frame. Ja, hier zagen we dit er gewoon lekker af. Ik wil eigenlijk nog dichter hierbij, maar ik kan maar beter gewoon alles bewaren. Het is makkelijker om er iets later nog af te zagen dan het weer aan te plakken. Dus we bewaren gewoon wat we zeker weten wat we nodig hebben. Ja, daar zijn we doorheen. Ja. Nu zit de zaag vast. Wow! Zo. Wop. Wop? Ah nee, dat heeft natuurlijk een andere betekenis tegenwoordig, hè? Zagen, zagen, wie de wagen. Jan kwam thuis, om een foto van te vragen. Je gaat nu helemaal erdoor. Maar ik had het net zo naar mijn zin. Ja. Zieke beatbox remix aan het doen. Ja. Jullie zeggen ook niet al veel van wat schrik. Ik ben aan het filmen. Oh ja. Ik weet niet wat je doet. Laat ik de comments voorspellen. Koop een slijptol, gaan jullie allemaal zeggen. Yep, I know. Jullie hebben me echt genaaid, hè, door niet te zeggen dat ik scheef ging. Ik zou gewoon beter opnieuw beginnen. Je naait jezelf. Wacht, hij moet even gewoon op z'n kop. Het achterste framepje is nu hier zo helemaal doorgeslaagd en helemaal los. Aan de onderkant. De onderkant. Nee, je bent nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar. Oh, de ketting is eraf. Woe, die hebben we ook niet meer nodig. Woe. We hebben een minder fietserige fiets. Ga je ervoor op fietsen dan? Easy. Springen. Hoi. Oké, dit werkt niet, maar fantastisch. Zadeltje eraf. We hebben ook Ruben aan het werk gezet. Die is ook hard aan het werk. Die is het zadel eraf aan het halen. Kijk, dit ding zat heel erg vast. Dus dit was de tactiek om hem eruit te krijgen. Tenminste, dit is de tactiek. Oh, dit is gewoon niet makkelijk. Jezus, we hebben hem. Oké, we hebben hem nog niet. Goed zo, Ruben. Zonder tang lukt het nog steeds hoor. Yes. Zo, dit is lang, man. Wat de hel. Als je die mouw hier in hebt. Je moet even een motortje neerleggen. Let me can see how it's like her. Ja? Welke taal is dat? Als ze zo erop zitten. Is op zich wel dik. We hebben het ongeveer even neergezet zoals het ongeveer wordt. Dus dit is het stuur zo. Zo, we willen nou al bijna af. Je zit op de motor. En er komt natuurlijk nog een zitje op. En je voeten kunnen op die pegs hier. Dus dat is super chill. We moeten nog wel wat wegzagen. Want dit is allemaal de weg van de motor. Dat zien we nu. Dus dan weten we dat we hier ergens moeten zagen. En dat dit eraf moet, zo hier. En dan kunnen we weer verder. Maar beter dan we eerst te weinig eraf zagen dan te veel. Maar dit wordt wel nice. En dan komen hier dus twee kartwielen achter. Ik heb een mooie as gevonden op AliExpress. Die komt nu in beeld. Mocht iemand daar wielen voor hebben, let me know. Want ik zoek nog wielen. Maar ik vind het wel nice hoor, zo. Ga nou deze hier afzagen, want dit zit allemaal in de weg van de carburateur. Op heel veel drifttrikes die ik zie, die hebben niet eens deze bovenste balk. Dus misschien gaan we later hier ook nog afzagen. Zoals ik zei, we kunnen beter te veel bewaren en nog een keer zagen dan dat we per ongeluk dingen wegzagen die we niet moeten wegzagen.
Mooi. Jee. Ik moet zeggen dat het me echt meevalt met die zaag. Dat is echt easy. Staan. Ah, nu blijf ik even staan. Hoe dan? Nee. Easy. Nou, ga maar zitten. Dit moet het ongeveer worden. Ja, ik vind het helemaal mooi. Deze gaskabel, die wil ik naar deze rem zetten. Dit is de achterrem, natuurlijk hebben we die niet meer. Dus die gaskabel komt hierop, kun je hiermee gas geven. Deze voorrem bewaren we gewoon, want rem is natuurlijk wel chill. En ja, dan wordt het ongeveer dit. Dit is hoe het eruit ziet nu. Ik denk dat ik het voor nu zo ga laten. Ik moet een frame gaan maken. Ik weet nog niet of ik het ga lassen of ga bouten. Wat moet er nog meer gebeuren? Ja, een achteras had ik het net over. En verder komt het allemaal wel op zijn plek. Het zal niet een heel snel project doen worden, want ik heb een aantal AliExpress onderdelen onderweg en dat duurt gewoon lang. Maar het is wel een project wat lekker doorgaat en je zeker nog video's over gaan zien. Dus doe een like als jullie dit leuk vinden. Hebben jullie nog ideeën voor dit project? Let me know. En vergeet ook niet te abonneren voor dit project, voor mijn Turbo MX5 project en nog veel meer andere vette projecten. Tot de volgende video, dag! Oh, my God.